What's up boys, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag, zoals je ziet aan de titel en de thumbnail, heb ik vandaag de tweede aflevering voor jullie waar we samen op gaan reacten. Wat mij is opgevallen uit de vorige aflevering is dat ik eigenlijk gewoon de hele tijd zei dat ik fucking cringe was. Dus daar ga ik op letten dat ik dat niet de hele tijd zeg. Ik ga dat gewoon denken. Ja, want ik vind het gewoon nog steeds dat ik soms echt gewoon fucking cringe ben. Maar oké, de eerste aflevering was niet zo... was niet zo spannend. Iedereen moest er een beetje in komen. De tweede aflevering iets beter. Jullie gaan al iets verandering zien en dat ga je nu samen met mij checken. Het wordt echt pas leuk vanaf de derde, vierde aflevering. Dat wordt het gewoon... Auw! We hebben ook terug de 25 likes gehaald op de vorige video, dus 30 likes op deze video en we gaan samen de volgende video reacten. I know y'all wanna do this. Ook het linkje van de video staat in mijn bio. De titel is Eerste avond en moet al meteen die kant op gaan. What does that mean? Let's find out. Elk programma heeft zo'n intro stukje en de eerste aflevering was dat er nog niet, maar kijk, nu is eigenlijk de eerste echte aflevering en nu hebben ze zo'n cool intro stukje gemaakt. Ik weet nog goed, dat was gewoon even, iedereen moest gewoon iets doen en ja, dat was het eigenlijk. Dus het is wel gewoon funny, man. Het is wel gewoon cringe, maar het is funny cringe, snap je? Kijk, zoals jullie zien, hier lopen wij. Dus we kregen eigenlijk zo de opdracht om zo allemaal achter Ellen te lopen. Snap je? Ik neem dit weer te serieus en wil dat winnen. Oh my god. Nu komt het moment supreme. Ik met de sponsor. Yo, I was smooth. Yo, I was smooth. Ik heb twee drankjes. Ja, deze, hè. Oh nee. Oké. Ik dacht van oké, als eerste date nadat ik een persoon twee minuten voor de eerste keer in mijn leven had gezien en ik was van ah nee. Voeten. Dat niet doen. Dat doe ik. Kijk, het ding was dus, Thibaut mocht als eerste een date, maar die had iets dates met spa, met voeten en zo. Ik ga niet eens liegen, ik ga dit gewoon op YouTube zeggen, mijn voeten zijn fucked up. Mijn nagel is gebroken, mijn nagel is paars. Ik heb fucking maat 48, dus dat is gewoon fucked up. Ik ben zo blessed dat ik toen niet daar heb moeten zitten, want ik had legit gewoon niet gedaan, denk ik. Ik had dat niet gedaan, want mijn voeten zijn echt fucked up. En Thibaut, ja, strijder man, dat hij dat gewoon heeft gedaan, gewoon zijn voeten op tv. En die kende Ellen ook gewoon één seconde, snap je? Dus ik ben echt blessed. Ik die date niet heb gehad, man. Het masker. Ik wil eerst het maskertje, dan kan dat rustig. Oké, dat vind ik wel leuk. Mijn hoofd rusten. Ik ga gewoon een beetje... Die wou eerst het maskertje, omdat hij die voeten wou skippen. Kijk, ja, dus Thibaut was ondertussen op beauty date. Snap je, als je moet kiezen tussen beauty... Bro, ik zit daar gewoon gelijk dat ik geen zin heb, man. Ik zweer het, ik zit daar gelijk tegen me ook. Deze tape hangt op 7:30, deze 7:15. Date, of dat moment daar, bij het zwembad met de boys. Damn it! Oh nee, even over dit stukje. Kijk, even een snelle uitleg. Ik heb een winging scapula. Dus wat eigenlijk inhoudt dat één trap meer naar voren staat dan van achter. Ik kan dat niet fixen. Je kunt alleen maar stretchen en dan gaan een beetje teruggaan. Maar dat is eigenlijk voor heel je leven. Oh! Voor de mensen valt het waarschijnlijk niet eens op. Maar zoals je hier ziet, dit is mijn trap en dit is mijn schouder. Like, y'all see the proportion. Dat is fucked up. En ik ben zomaar geëxposed op tv. Wat die bedoelt? Je staat daar om dat niet te doen, bro. En dan klikt er iets. Ja, het ding was, Robbe was zo op het dak gekropen. En die stond daar zo van, ik ga springen. En toen ging die zo terug. En toen zei ik zo van, dus je bent helemaal naar daar gaan om niet te springen. En they made a big thing out of that. Zijn Robbe zijn hoofd. Hij dacht, fuck it, man. Kijk. Het was echt ge... 3, 2, 1... Toen had hij ook gewoon legit zijn enkel bezeerd, dan had hij echt gewoon een paar dagen pijn. Strijder wel, man. Natuurlijk, maar kijk, oké, ja, ik snap, het is een date en zo. Hè. We zijn hier voor Ellen. Maar eerlijk, je verliest nooit iets. Je verliest nooit iets, man. Waarom? Bromeis. Vanaf dat moment was het klaar. Vanaf dat moment ging je gewoon gay shit doen. Bij elke dag ging je gewoon echt legit gay shit doen. Ik had eigenlijk anders verwacht, aangezien ze Ex on the Beach en zo heeft meegedaan, of andere programma's had meegedaan. Ja, bitch, mannen, dat ze zelfzekerder zou overkomen. Ze zit hier met 5 knoppen, lekkere gast, met mannen. Sorry, zijn rondbommen. Check jullie lijf al, what the fuck, je spierbundels. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Niemand heeft dat door. Vanaf toen dacht ik van, Aina, die heeft dat net zo benadrukt, nu ga ik dat gewoon verbergen. Dus ik deed gewoon legit een handdoek ervoor. Ik heb geen idee waarom ik dat deed. Dus, tuurlijk gaat ze wel wat stress hebben. Zij is hier als één smesje. Oké, raak mijn handen gewoon niet aan. Nee. Ja. Trekken.
Drek, ja, jij moet duwen. Ja, ik kan hier. Ja, ik ben zo fucking blij dat ik dat niet heb moeten doen. Wat we nu net hebben gedaan, hè. Vertel het eens. Nou, zijn we benieuwd. Een full pedicure gekregen. Van onze geliefde Ellen. Nee, maar zouden jullie dat leuk vinden, zo'n date? We hebben er... Trouwens, even... Shout-out naar Thibaut. Bro, je kon niet gayer gaan zitten, man. Hey, lobby, bro. Het is nice als je gewoon een chick hebt, dat je eigen pedicure bij haar vriend doet of zo, snap je? Geen enkel boy gaat dat toegeven. Haha, mijn hoofd zo, bro. Shut your gay ass up. Hebben jullie voeten fetish, ja, toch? Ja, ja. Is het echt nog niet? Ja. Olivier die er gewoon voor uitkomt, strijder. Want op zich, voeten zijn wel nice. Snap je? Ik kan niet liegen. Ik kan niet geen voeten in mijn mond steken. Maar ik heb liever dat mijn vriendin een maat 39 heeft dan een maat 44 of zo, snap je? Kunt jij een afknapper op mijn eerste date? Dat je date laat zitten. Ze gaan samen op weekend aan zee en ze heeft hem laten zitten. Kunnen wij nog eens praten? Ja, tuurlijk. Dus jullie waren... Even gewoon helemaal weg. Subtiel, jullie waren allebei weg. Wat is er gebeurd? Nee, kijk. Het ding was... Ik had aan haar gevraagd van... Kunnen wij er eens over praten? Over waarom dat je mij het laat zitten? Ik heb al gezegd, totaal niks persoonlijk. Dat weet ik. Als u date heeft laten zitten, is niks persoonlijk. Het leden, dat ik denk dat dat wel aan haar knaagt. Ja. Unfinished business. Ja, unfinished business. Ik zie het, we hebben een serieus gesprek gehad. We hebben niet. maar ik zeg dat gewoon. Dat mag toch? Ja, okay. Volgens mij gaat dat gewoon. Maar wat? Hey, ik word spannend. Omdat je een goed gesprek hebt, gaat het poepen, of wat? Nee. Bro, zo werkt het niet, hè? Jong, we zijn klappen, jongen, daar komt het mee. Ja, en geen. Mag je? Ellen, wat vind je er eigenlijk van dat de Jens mystery guest was? Leuk. Ja, dat was leuk. Kort maar een bond, hè. Iedereen was ook gewoon een chap, hoor. Ik kan niet eens liegen. Shout-out naar Simon, die heeft gewoon ons eten gewoon elke dag gewoon gefinest, man. Dat was gewoon legit lekker eten altijd. Ja. In het begin was dat eten zo awkward. Allee, het was niet awkward, maar iedereen was gewoon aan het eten en iedereen zweeg gewoon. Maar er was wel gewoon heel ten camera, snap je? Dus eigenlijk moesten wij praten, maar iedereen wou gewoon eten, snap je? Uiteindelijk hadden de boys blijkbaar allemaal een cadeautje voor mij. Bring it on. Dat stond hier al niet van de dag van wat? Oftewel, hou hij dat allemaal voor u? Oftewel, deel hem met de boys? Eus. Ik denk dat tepelplakkers zijn. Met de boys gaat dat grappig zijn, cool. Maar dat is ook kei schattig. Ja, dat gaan we samen doen. Het is echt heel mooi, vind ik zelf. Ik zou het zelf ook... Bro, het cadeau van Thibaut was de best. Ik zie dat als het beste. Dragen, denk ik. Ja, ik dacht gewoon, aan wat kan ik haar geven, zodat ze gewoon mij blijft onthouden voor heel haar leven. Weet je wat? Op onze volgende date doe ik ze aan. Thibaut had gewoon sokken met zijn hoofd erop gegeven. Ik zeg, hij is zo origineel. Zoals je weet heb ik mijn eigen kledingmerk. Ah, juist. En ik dacht, het is leuk als ik je een medium t-shirt geef dat je kunt gebruiken voor te slapen of als je kou hebt. En met die matching sokken. Nice, ze respecteren dat echt, dat ik zo mijn eigen merk t-shirt en haar gaf, ze was wel echt blij. Ze is ook mee gaan slapen, denk ik. Ik hoop het, man. Ja. Als dat mij denkt, ze slaapt. She thought about me while she was sleeping because she was wearing my shirt. Yeah, I mean, dat is oprecht. Dat is toch gewoon een cool cadeau. Een eigen t-shirt van je eigen merk. Shameless plug, certified. Tjus. Hola. Sorry, dank je. Sorry, kut. Man, dat is lekker, man. Moet ik kiezen, actieve date of romantische date? Ik roep gewoon geen date. Ja, dat vind ik echt lekker, man. Echt lekker. Jij bent zo naar die biel soms, hè. Hey! Ja. Uiteindelijk. Wat er toen was gebeurd, bro, mensen gingen random op daken. Ik heb ook geen idee, man. Dat hoeft niet per se, hè. Maar... De anderen vinden het gezellig. Inderdaad, een beetje indruk proberen maken, maar dat is een beetje tegenovergesteld. Dat doen wij. Oeh! Oeh. Die had ik gehoord, dus vanaf toen dacht ik, ai, we gaan niet zo spelen. We gaan gewoon low-key guy spelen. Een echt lapdance liedje nog. Wat?
Ik heb daar gewoon gezeten en gekeken. Oh ja, baby. Ik dacht echt van wow. Vanaf toen is het EQ van het programma echt gewoon min 10 jaar. Vanaf toen was dit was de humor. Vanaf toen, dit was de barrier, like, done. De avond en ze willen gelijk al die kant op gaan, was wel een beetje van, hoeft dat? Dat Ellen het te vroeg vond. Ik dacht dat ze eerst verwacht dat we zo allemaal een beetje awkward, zo een beetje stress hadden. Maar dat was totaal niet. Een beetje je vleeskeuring hebben. Oh, ja. Hoe meer dat er uit die mond komt, hoe erger. Vanaf toen, ik ga niet liegen, toen was die sfeer echt zo van... Toen was die sfeer klaar. Jens was gewoon klaar toen. Ik had rest. Ja, maar toen heb ik je laten zitten. Dat is echt totaal niks persoonlijk. I got rest. Ja, het is goede ris van bro. Ja, dat was eigenlijk de tweede aflevering. Kijk, ik heb gezegd, tweede aflevering is al iets losser. Maar vanaf de volgende, vanaf de derde, bro, dan wordt het nice. Dan word ik gewoon, kom ik naar voren, dan ben ik in het programma. Gaan mensen ook meer praten en zo, is gewoon veel nicer. Dus, als jullie de derde aflevering samen met mij willen checken, vergeet zeker niet even te liken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En binnenkort heb ik gewoon ook een mystery guest, een special guest, dat we samen gaan reageren op een nieuwe video. Dus, I love you, like, subscribe. Peace.